Goedemiddag, welkom bij dit webinar van IJsma Bouw Media. Vanmiddag in samenwerking met Kingspan. We gaan het hebben over ontwerpen en bouwen met SIPS. Dit is voor Nederland een relatief nieuwe bouwmethode die geschikt is voor zowel woningcasco's als voor constructieve, zelfdragende, gevelvullende elementen voor utiliteitsbouw en appartementencomplexen. SIPS, dat zijn constructieve, isolerende sandwichpanelen. En door de sandwich-technologie hebben ze een grote sterkte en stijfheid en zijn ze dus inderdaad geschikt als constructie voor casco's en voor gevelvulling. En waar we traditioneel gewend zijn om te bouwen met beton, kalkzandsteen, houtskeletbouw, zien bouwers en ontwerpers nu steeds meer de voordelen van het materiaal SIPS. Vanmiddag zullen drie sprekers u meenemen langs de verschillende aspecten van bouwen en ontwerpen met SIPS. Ik ben uw presentator, ik ben Henk Wendt. Ik ben redacteur bij IJsma Bouwmedia, zoals gezegd de organisator van deze bouwwebinars en vanmiddag dus in samenwerking met Kingspan. Een webinar, wat is dat dan? Een webinar, dat is eigenlijk een seminar zoals u dat wel gewend bent, alleen dan via internet. En het grote voordeel van internet is dat het interactief is. Dat geldt uiteraard wel alleen tijdens deze live uitzending vandaag op 9 maart. Dit uur lang is het live en kunt u dus ook uw vragen stellen. Daarna zal deze uitzending bewaard blijven als opname, maar is het uiteraard niet meer interactief. U kunt dus uw vragen stellen. U vindt daarvoor een chatscherm op uw computerscherm. En daar kunt u vragen stellen. Die komen binnen bij onze moderatoren die hier naast de studio in een vertrek zitten en die uw vragen zullen proberen te beantwoorden. Waar ze passen in de uitzending worden ze doorgezet naar mij, zodat ik ze kan stellen aan mijn gasten. En nemen ze mee in de totaal van dit webinar. Waar ze iets minder passen in het betoog van dat moment, zullen de moderatoren, die ook inhoudelijk deskundig zijn, proberen zoveel mogelijk ze te beantwoorden. En het kan zijn in of uw eigen chatbox of in de publieke chatbox, zodat iedereen ook mee kan lezen. Dat is dus aan de moderatoren om dat te beoordelen. We hopen dat u veel vragen kunt stellen en wij doen ons best om ze allemaal ook te beantwoorden tijdens deze uitzending. Interactief, dat betekent ook dat wij u vragen kunnen stellen. Dat doen we ook graag in de vorm van polls. We zullen ook een aantal keren uw mening vragen, ook over wat er verteld wordt. Maar we willen graag daar ook even mee beginnen, even mee oefenen. En ik start even een poll in en dan wil graag even weten in welke beroepsgroep u werkzaam bent. Het is dus niet de bedoeling dat u antwoordt via het chatscherm, maar u vindt de poll links onder in het scherm als ik het goed heb. Daar staat de vraag in welke beroepsgroep bent u werkzaam met de architect, aannemer, gevelbouwer, adviseur, vastgoedonderhoud, toeleverancier, sector overheid of overig. En u hebt dan de gelegenheid om daar even uit de meer keuzes eentje te kiezen en aan te klikken. Uitslagen komen bij mij binnen. Ik zie dat er op dit moment nog volop gestemd wordt, gekozen wordt. En ik denk dat de meeste mensen inmiddels wel de juiste knop hebben gevonden. En dan zal ik u ook de resultaten tonen en dan zien we dat de architecten die ook bovenaan staan ook de meest vertegenwoordigde groep zijn met 33%. 9% aannemers, 3% gevelbouwers. Adviseurs zijn 23% en dan hebben we nog vastgoedonderhoud 2% en toeleveranciers 11%. Overheid 1% en de categorie overig blijft met 19% altijd ruim vertegenwoordigd. Ook wel voor uitbrengen van, ja, voor het invullen van deze poll. Vanmiddag hebben we drie gasten. De eerste gast zal zijn Stijn Daniels, directeur bij Dura Vermeer. En hij gaat het hebben over ontwikkelingen in de Nederlandse bouw. De ontwikkelingen die op dit moment spelen en hoe SIPS daarin gaan passen. Of al, eigenlijk al, misschien wel al in passen op dit moment. Juri Verwer van Kingspan Tech gaat het hebben over SIPS voor casco's van woningen. En Rolf Bennings van Unidec SIPS gaat het hebben over SIPS voor gevelvullende elementen. En zoals gezegd is dat voor utiliteitsbouw en voor appartementen. En mijn eerste gast is dus Stijn Daniels, directeur bij Dura Vermeer. En je gaat het hebben over ontwikkelingen in de Nederlandse bouw. Stijn, van harte welkom hier. Dankjewel Henk. We gaan eerst even kijken naar de thema's die er spelen in de Nederlandse bouw en waar Dura Vermeer ook druk mee bezig is. Ja, die thema's zijn heel duidelijk digitalisering en industrialisering van de bouw. Dat geldt zowel voor de bouw- en vastgoedtak van Dura Vermeer als de infratak. Ja, waarom? Vanwege de kwaliteit, de beperking van de overlast en de voorspelbaarheid van het proces.
Voorbeelden, u ziet hier een foto van een renovatie. Project waar de woningen eigenlijk al klaar zijn. Die zijn helemaal in prefab gevelelementen en dakelementen gedaan. Maar de kopgevel wordt nog in het werk gedaan. Ja, je ziet dat de steiger daar nog staat. Daarmee langer overlast. De steenstrips worden daar in het werk op de gevelonderdelen geplakt. Enorme weersafhankelijkheid. En eigenlijk ook heel veel afval weer op die bouwplaats. Heel veel materialen naar de bouwplaats toe. Wij zijn daar echt mee bezig om dat te versnellen, te industrialiseren. Een ander voorbeeld zijn tegelpanelen in de badkamers. Daar scannen we badkamers en de prefab gevelpanelen worden aangebracht. Voorspelbaar proces, snel, hoge kwaliteit en weinig overlast. En eigenlijk zie je dezelfde ontwikkeling ook in de nieuwbouw van woningen. Waarbij binnenkort starten wij in Oldenzaal voor corporatie WBO, sloopnieuwbouwconcept. Waarbij in 3 weken tijd de woning wordt gesloopt, de bewoners gaan eruit en 3 weken later komen ze terug. En dan is de woning inclusief de totale inrichting compleet turnkey wordt opgeleverd. Ja, en ook daar zie je een hoge mate van digitalisering, industrialisering en prefabricatie tijdens de bouw. Je noemt daar een aantal aspecten. Een prijsaspect zit er niet bij. Kijk bijvoorbeeld naar tegelpanelen en badkamers. Is dat duurder of goedkoper dan in het werk tegen? Ja, dat zie je echt dat dat onderdeel is van de ontwikkeling. Op dit moment, bijvoorbeeld voor tegelpanelen, zien wij dat prijsvoordeel nog niet. Wel de andere voordelen. En wij zijn ervan overtuigd dat toch door slimmere materialen toe te passen. Maar ook vooral doordat het volume gaat toenemen, dat ook de kosten gaan dalen. Ja. Je noemt daar 2 grote thema's voor Dura, digitalisering en industrialisering. Zullen we eens even kijken naar digitalisering? Wat betekent dat? Hoe ver is dat in de bouw? Hoe ver is dat bij jullie? En wat moet er misschien nog gebeuren? Ja, dat thema is heel hoog op de agenda al jaren bij Dura Vermeer. Wij zijn ervan overtuigd, groepsbreed, dat als wij daar niet in meegaan, als je als bouwbedrijf niet meegaat in de digitalisering van de bouw, dan ben je over een aantal jaren uitgespeeld. En als je dan kijkt naar BIM, het is natuurlijk begonnen om digitaal te ontwerpen, vanuit de ontwerp ook de engineering te gaan doen, ja, dan is de logische stap dat je van daaruit ook de productie gaat aansturen. Dat vraagt om een hoge mate van samenwerking met de bouwpartners, maar ook van koppeling van systemen, dat je vanuit dat BIM-model ook productielijnen kan aansturen. Waarom willen we dat? Hoge kwaliteit, minder faalkosten. Je kan vooraf digitaal bouwen, dus je kan het hele proces doornemen en je kan daar de fouten uithalen of de slimmigheden toepassen. Daarnaast, je kan vanuit het model ook de maatvoering bijvoorbeeld toepassen. Met GPS-sensoren in het werk, in applicaties, zowel op de iPad als in gereedschap. Informatie koppelen aan onderhoud en logistiek is natuurlijk ook een logische stap, dat je dat model gebruikt om te verrijken met de onderhoudsgegevens. Maar ook de hele logistiek eraan te koppelen van de levering van onderdelen. Maar ook de toelevering naar de bouwplaats. En uiteraard dan ook de montagevolgorde. De digitalisering kan je daarnaast ook heel goed inzetten om voor bewoners te laten zien of het nou nieuwbouw is. Hoe hun woning eruit kan zien. Er staan bij ons op de site staan voorbeelden met de VR-bril. Kan je kijken in de nieuwe ontworpen woning. En dan kan je naar de uitbouw kijken en die zie je in één keer ontstaan. Dus het hele effect van digitalisering wordt dan haalbaar. Ook voor renovatie kan je goed de bewoners laten zien. Dit krijgt u en dit is het proces daar naartoe. Dus je kan ook eigenlijk een stukje overlast visualiseren. Ja. Een stap verder is, we zijn er druk mee bezig. En de eerste stappen hebben we daar ook in gezet, is intelligente woningen en gebouwen. Dus je gaat het 3D-model ook in de exploitatiefase van het pand gebruiken. Sensoren in wanden bijvoorbeeld. Je gaat energieprestaties uitlezen, digitale meters. Je wil uiteindelijk onderhoud gaan voorspellen, prestaties monitoren in die exploitatiefase. Op de slide zijn een paar voorbeelden van hoe het werkt in de renovatie. Het linker plaatje is een scan, dus dat is een puntenwolk van een scan van een appartementencomplex, in dit geval in Groningen. Van die puntenwolk wordt een basismodel gemaakt en dat staat in het midden, of het tweede plaatje. En het derde plaatje, dat is dan het nieuwe ontwerp. Als je goed kijkt, zit daar ook alle gevelelementen al in. Dat gevelelement is weer opgebouwd uit onderdelen en die hele codering, de logistieke informatie zit allemaal in dat model. En op basis van dat model
worden ook dus de onderdelen geproduceerd. En dit is inderdaad BIM to production? Ja. Want dat is natuurlijk een beetje het punt. Het andere thema is industrialisatie. En je ziet natuurlijk toch dat heel vaak industrialisering, dat we eigenlijk niet verder komen dan prefabricatie. En dat betekent dat we hetzelfde doen, maar dan niet op de bouwplaats, maar in de hal. Ja, dat klopt. Ik denk ook dat het zo begint. Als je gaat pionieren, dan breng je die werkzaamheden naar binnen. Dat vanuit veel handwerk zie je toch wel dat het steeds machinaler gaat. De robotisering, logischerwijs, misschien niet logischerwijs, voorbeeld van het element dat hier in de kraan hangt. Aan de achterkant zitten steenstrips, die zijn al met de hand geplakt. Inmiddels staat er een steenstriprobot. Logisch gevolg zou zijn, in mijn beleving, dat er ook onderdelen 3D geprint gaan worden. Dat kan zijn voor afwerkingen of andere onderdelen aan die gevel. Het productieproces is dus eigenlijk, je wil voorspelbare logistiek. Doordat je dat hebt, heb je ook eigenlijk heel weinig voorraad. En doordat je weinig voorraad hebt, wordt het allemaal slanker, efficiënter en uiteindelijk ook goedkoper. Die automatisering zal wat ons betreft doorzetten. Dus we zullen meer investeren in machines, rollenbanen, rollenlijnen en uiteraard ook robots. Structureel insulated panels, dat is het onderwerp van vanmiddag. Ja. Wat hebben jullie daarmee en wat zouden jullie daarmee willen doen? Wat doen jullie daarmee? Wat we er al mee doen, we zijn eigenlijk begonnen met houtskeletbouwelementen voor de renovatie. En uiteraard in de nieuwbouw prefab betonnen elementen. Als je kijkt naar die renovatie, dan zijn wij vanuit het renovatieconcept zijn we verder gaan uitwerken. En daar zijn we uiteindelijk bij SIPS elementen gekomen. Zowel voor de dakelementen als de gevelelementen. De voordelen van SIPS zijn eigenlijk heel duidelijk. De hoge isolatiewaarde, sterke en stijve elementen die stapelbaar en koppelbaar zijn. Op de foto op de slide hangt het element ook in de kraan. Dat zijn elementen van 8 meter breed. Die stapelen we 4 verdiepingen hoog. De stijfheid van die elementen is erg belangrijk om het transport te kunnen doorstaan. Want het element is helemaal kant-en-klaar. Het moet natuurlijk ook kant-en-klaar en mooi aankomen op de bouwplaats. Voordeel verder is, ze zijn luchtdichte elementen. Uiteraard moeten ze nog luchtdicht gekoppeld worden. Doordat je het allemaal digitaal vanuit die BIM-model hebt gedaan, heb je ook een sterke maatvastheid. Hè. Dus de besparingen komen al aan, zijn dus in de fabriek al aangebracht. Bijvoorbeeld de besparingen voor de kozijnen. Ja, dan is het in de hal eigenlijk assemblage. Dus de kozijnen worden in het element gemonteerd, afgemonteerd met waterslagen. De steenstrips, de afwerking komt erin. Indien nodig ook flora-fauna voorzieningen, dus vleermuiskasten en dergelijke. Screens, dat kan je allemaal. Als je heel goed kijkt naar het plaatje, zie je ook dat er stekkers aan hangen. Dat zijn eigenlijk voorbereid voor screens. Oké. Slank en licht. Als je dan kijkt naar hoe we begonnen met de houtskletbouwelementen. Ja. Dat waren eigenlijk zware elementen en logge elementen die ook dikker waren. Met als nadeel, je hebt een zwaardere fundering nodig. En een nog heel belangrijk nadeel was, ze waren niet stapelbaar. Dus er moest een andere structuur komen om ons te kunnen stapelen. Nou, en ik denk dat inmiddels wel is bewezen voor ons 0,5 meter renovatieconcept. Ja, daar is eigenlijk SIPS niet meer uit weg te denken. Zowel voor de daken als voor de gevels. En ik denk, er zit heel veel druk op de doorontwikkeling. De kosten moeten omlaag. Enerzijds vanwege afspraken, anderzijds om het gewoon financieel haalbaar te maken. Maar wij zien dat absoluut gebeuren en wij zijn er ook heilig van overtuigd dat dat gaat gebeuren door verdere toepassing van slimme materialen. Ook verder doorgaan met die industrialisering en die automatisering. En uiteraard ook door de groei van het volume. Ja, dus daar komen diezelfde thema's, blijven daar toch spelen. En ook het woord voorspelbaarheid is al een paar keer gevallen. Het voorspelbaarheid van processen en kwaliteit en dergelijke, ja. Dat zijn de dingen waarvan je zegt van, dan zijn die SIPS niet meer in weg te denken. Ja, absoluut. En ik denk ook dat dat past bij het bedrijf dat wij willen zijn. De kracht zit van een project zit in de voorbereiding. En door die digitalisering moet je goed nadenken over wat je gaat doen. Ja. En heb je eigenlijk het hele project al voorbereid. Ja. Ben je voorspelbaar in de uitvoering? Dat geldt natuurlijk voor heel sterk in renovatie. En dat is ook de sector waar je zelf in zit. Maar als je kijkt naar nieuwbouw, bijvoorbeeld de utiliteitsbouw, maar ook de woningcasco's, zie je ook daar een rol voor SIPS?
Ja, daar zien wij zeker een rol voor SIPS. Voorbeeld, plaatje op het scherm is het Genmab Research Development Centrum in Utrecht. Wordt momenteel gebouwd. Het is een ontwerp van CPZ. De gevelbouwer is de Groot en Visser. Daar zitten 831 SIPS-elementen in. Groot oppervlak, 1400 vierkante meter. Met een RC-waarde van 4,5. Ja, dit is ook een voorbeeld met dezelfde kenmerkende voordelen, zou ik willen zeggen, van de SIPS-elementen, maar dan in de utiliteitsbouw. En eigenlijk zijn de voordelen gelijk aan die van de renovatie. Ander voorbeeld is de woningbouw. In een nieuwbouwwoningbouw heb ik het dan over, waarbij de standaard voor digitalisering is al veel, ligt al eerder terug in de tijd. Maar de basis is nu vooral betonnen. Prefab elementen. En ik zou haast willen vragen, hè, waarom daar geen SIPS toepassen. Ja. Maar volgens mij gaat de volgende spreker daar iets Klopt. Over. Krijg je nog een vraag binnen van een kijker die zegt van, gaat SIPS nou de vervanger worden van houtskletbouw? Ja, ik denk veel onderdelen wel, ja. Waar zie je, je hebt al een paar voorbeelden genoemd. Het is lichter, het is dunner. Waar zie je met name de sterkste voordelen dan? Ze zijn stapelbaar, dus ze zijn eigenlijk constructief toepasbaar. Oké, dus constructieve werking. Ja. Maar dan gaan we inderdaad verder met de volgende spreker. Ik wil jou bedanken voor jouw bijdrage. En onze volgende spreker is inderdaad Juri Verwer van Kingspan Tech. En die gaat ons meenemen naar het verhaal over SIPS voor casco's van woningen. Maar voor we dat doen, wil ik nog even uw mening vragen. SIPS spreken mij vooral aan vanwege, er zijn een aantal aspecten genoemd. De gegarandeerde luchtdichtheid, de hoge isolatiewaarde, het lichte gewicht, de mogelijkheden tot prefabricatie of de combinatie van deze dingen. U kunt... vindt onder uw scherm de mogelijkheid om een knop in te drukken en te kiezen tussen A, B, C, D of E. Ik denk dat de meeste mensen de knop inmiddels wel weten te vinden, hoop ik. Nog even te kijken waar de verdeling zit. Zo opvallend, ik zal het u zo laten zien. Ik zie nog enige verschuiving in, dus ik krijg nog even de gelegenheid om de knop in te drukken. Maar ik denk dat de meeste mensen inmiddels hun keuze wel gemaakt hebben. Zag op het laatste moment nog eventjes de hoge isolatiewaarde oplopen. In eerste instantie stonden A, B, C en D redelijk gelijk met 4%. Gegarandeerde luchtdichtheid en lichte gewicht zijn daarop blijven zitten. Allebei 4%. 11% kiest SIPS voor de hoge isolatiewaarde en 10% ziet vooral voordelen in de mogelijkheden tot prefabricage. En maar liefst 71% zegt van de voordelen zitten voor mij, zie ik vooral in de combinatie van al deze dingen. Nou, Juri, dat moet jou bijzonder aanspreken, denk ik. Welkom bij dit webinar over ontwerpen en bouwen met SIPS. Dankjewel, Henk. En dan noemen we inderdaad weer structureel insulated panels. En hij is al een paar keer voorbij gekomen, maar kun jij even duidelijk uitleggen waar we het eigenlijk over hebben? Gaan we best doen. Structureel insulated panels, constructief geïsoleerde panelen. Je kunt een buitenblad hebben van OSB3. Of een spaanplaat en een isolatiekern, een harde isolatiekern van bijvoorbeeld EPS of polyurethaan. En door die sterke sensortechnologie zijn die panelen ook constructief toe te passen. Bijvoorbeeld bij Kingspan Tech in de woningbouwcasco's worden dus woningen meegebouwd. En bij Unidek SIPS in de hoogbouw, waar het niet alleen als gevelvullend element, wat niet alleen zichzelf draagt, maar ook het kozijn, het glas en de buitenbekleding. Een ander voordeel voor de sensortechnologie is dat je zeer goed kunt schroeven in een SIP-paneel. Veel beter dan in een losse OSB3 of spaanplaat. Dat heeft te maken dat de buitenplaat niet kan wijken, dus niet kan openstaan. Dus je hebt geen hout nodig in de achterconstructie om daar dingen in op te hangen. Je hebt overal vlees zitten, zoals ze op de bouw zeggen. Mag rechtstreeks in de plaat schroeven, zonder te kijken waar dat zit. Juist, dat is een groot voordeel. Ja. Ook heeft het een doorlopende isolatiekern. Dat is een groot voordeel van SIP-panelen. Dus je hebt minder koude bruggen en soms zelfs geen koude bruggen. Rechtsboven zit een afbeelding van het element voor de hoogbouw. Daar is hout ingelijmd. En zoals u goed kunt zien zit er nog een EPS-laag tussen. Zodat hier geen koude brug ontstaat. Rechtsonder ziet u een afbeelding voor de woningbouwcasco's.
En daar werken we met gevel, dat zijn dan de geïsoleerde verbindingssfeer. En zo kunnen wij dus een woning bouwen waar maar 4% hout aandeel in zit. En daardoor blijven die elementen slanker, lichter en met een hogere isolatiewaarde. Beide elementen zijn luchtdicht. Luchtdichtheid klasse 3. Dat is natuurlijk erg belangrijk, want je wil dat de warmte in je woning, in je utiliteitsgebouw blijft. En luchtdichtheidsklasse 3 betekent? Ja, dat is eigenlijk passief huisniveau, de hoogste klasse in Nederland. Hè. Dan heb je een QV10 van onder de 0,15. Ik geef het voordeel van de thermoskan. Als je de dopper niet goed opdoet, dan is de warmte binnen een paar uur weg. Doe de dopper goed op, dan heb je aan het einde van de avond van de dag nog warme koffie. Beide materialen zijn ook dampopen materialen. En dampopen materialen hebben als voordeel dat je dampopen kunt bouwen. Dampopen bouwen betekent dat je een dampremmende folie nodig hebt aan de binnenzijde. Die kan je dus ook niet beschadigen. Beide materialen duurzaam materialen. Beide systemen hebben een Dubo-keur. Ja. Kijk naar de Nederlandse bouw. Stijn heeft daar natuurlijk al een aantal dingen over gezegd. Ja. Maar hoe zie je dat? Jullie merken een groeiende belangstelling voor SIPS, voor bouwen en ontwerpen met SIPS. Hoe verklaar je dat? Hoe zie je dat voor de toekomst? Ja, we zien eigenlijk de vlucht, ook sinds het nieuwe bouwbesluit, dat er de hogere eisen worden gesteld aan energie. EPC 0.4, BENG, bijna energie-neutraal gebouw. Dat daar gezocht wordt naar andere bouwsystemen. Zoals Stijn Daniels al aangaf, we zoeken naar een lichtgewicht, dun, slanke bouwsystemen. Kijken we naar de traditionele bouwsystemen. Zeker als je bouwbesluit of ook als je iets meer wilt, ja, dan ben je dikke wanden aan het maken, echt kasteelmuren. Dus je wilt toch naar een dunnere systemen. Nou, houtskeletbouwen zien we ook al groeien. Zeker als je dan kijkt naar SIPS. SIPS is natuurlijk drager en isolatie in één. Dan is dat het slankste bouwsysteem van Nederland op dit moment. En voordeel van slank, je details kun je mooier ontwerpen. En je hebt ook gewoon meer vloeroppervlakte. Op dezelfde vierkante meter grond, de woning en de binnenzijde, heb je gewoon meer gebruiksvloeroppervlakte. Tot wel 10%. Gegarandeerd resultaat. Je weet gewoon zeker dat over 10 jaar de isolatie nog rechtsboven in de gevel zit. Het kan niet verzakken. Okay, no. En panelen, de SIP-panelen zijn perfect natuurlijk voor prefabricage, industrialisatie. Het helpt ontzettend om de bouwsnelheid te kunnen verhogen. Ik krijg een vraag binnen, ik ga het even over de vorige slide nog. Daar noem je eigenlijk bijna in één adem, ze zijn luchtdicht en ze zijn dampopen. Ja. Daar krijgen we vragen over, kun je het nog even uitleggen? Die vraag krijgen wij zeer vaak. Ik neem eigenlijk het voorbeeld van een ballon. Als je een ballon opblaast, dan is die vol en blijft die hele dag mooi vol. Ballon is dus luchtdicht. Maar als ik over een paar weken terugkom, is die ballon niet meer zo groot als hij was, want hij is wel dampopen. Dus uiteindelijk gaat die lucht langzaam door de ballon naar buiten. Dus het is luchtdicht, maar wel dampopen. Oké. We hadden het net over de betere schil die nodig zou zijn. En ook daar wil ik graag even uw mening voor over hebben als kijker van wat vindt u daarvan? Is een betere schil inderdaad nodig? Of zegt u, die kan ik ook in kalk, zandsteen of beton maken? Of zegt u van, die maak ik eigenlijk met houtskeletbouw? Zegt u van, die is het beste met SIPS te maken? Of zegt u van, nou, een betere schil is eigenlijk helemaal niet nodig, want we doen het al goed met de huidige materialen. Dus u mag uw keuze maken tussen deze vier mogelijkheden. Ik zie dat er nog wat beweging in zit, dat u nog aan het kiezen bent. En ik zie, en ik laat u even meekijken, dan zien we dat het verhaal van Jury redelijk overtuigend is, kennelijk. Want 49% zegt van dat is het beste met SIPS te maken. Dus dat is toch een hele hoge score. 20% zegt dat kan ik ook in kalk, zandsteen of beton. 22% houtskeletbouw en 9% die zegt van we doen het wel goed, dus dat is een hele kleine groep. Maar 49% die zegt dat het beste met SIPS te maken.
Ja, dan stemmen wij positief, Henk. Dankjewel. Dat is... opsteken voor de rest van de dag. Nou goed, dan gaan we gewoon verder kijken naar wat we er dan mee kunnen. En dan gaan we concreter worden. Namelijk gaan we kijken naar de ontwerpmogelijkheden, met name voor woningen. Wat is er mogelijk in bouwen met SIPs? Ja. Ja, nagenoeg elke grondgebonden woning is uit te voeren in een SIP-bouwsysteem. Het voordeel is dat je, als je kijkt naar een SIP-paneel, een moduulmaat van 1,22 in het geval van Kingspan Tech, kan je daar rekening mee houden, dan heb je minder afval, minder bewerkingen en dan lever je dat meteen een kostenvoordeel. Dat heb je bij veel bouwsystemen, dat je in die moduulmaat kan werken. Dat is dus ook bij SIP-systemen. Je ziet hier ook een afbeelding rechts. Je ziet een kanaalplaat die ligt op de SIP-wand. Dat is mogelijk. Het systeem is zo sterk dat het toch een kanaalplaat kan dragen. Let wel, je creëert wel een serieuze koude brug. Je zult daar wel extra isolatie moeten toevoegen. Wij zien toch dat veelal een houten vloer wordt toegepast. Of op een I-joy systeem of een balkenlaag. Die wordt dan tussen de sensorpanelen gelegd. Waarom? Dan heb je namelijk die isolatielaag die buitenom door kan lopen. Pas je daarna een 70 mm dekvloer, cement dekvloer of anhydriet toe, dan zit je qua geluidsklasse nagenoeg op het niveau van kanaalplaat. Hier linksonder ziet u een afbeelding van een vloer die in een SIP woning is toegepast. Dus daar bewijst het systeem zijn constructieve mogelijkheden? Ja. We gaan even in detail daarna kijken van waar hebben we het over, hoe is het systeem opgebouwd? Ja, dan hier ziet u de opbouw van Kingspan Tech. Kingspan Tech is opgebouwd uit OSB3, 15 mm aan beide buitenzijden met een kern van polyurethaan. Wij hebben twee diktes, u zult het later horen van Rolf Penning, die heeft meerdere varianten. Wij hebben twee diktes, 142 en 172 mm. En we zien ook dat de meest gevraagde eisen qua RC-waardes zijn. Die hebben respectievelijk RC5 en RC7. Een afwerkingmogelijkheden, het is een dampopen systeem, dus aan de buitenzijde een dampopen waterkerende folie. Dan het tech-paneel en aan de binnenzijde een 12,5 mm gipsplaat. Die is wel esthetisch, want het paneel voldoet zonder die gipsplaat aan de eisen van de brandklasse en geluidseisen die in het bouwbesluit gesteld worden. Dus je hoeft het niet af te werken, maar esthetisch zien we dat het eigenlijk in 9 van 10 gevallen gewoon wel gebeurt. Het systeem is dus daar nog sterk en je kunt ook overal schroeven. Dus qua gevelbekleding ben je vrijwel onbeperkt. Je kan overal de schroeven, maar je kan dus een EPS-laag met steenstrips of stuk, maar ook gewoon een verduurzaamd hout aanbrengen. Dus daar is qua gevelbekleding alles mogelijk. Ja. Behalve gevel en casco hebben we ook met installaties te maken. Hoe pas je installaties in een dergelijke woning? Ja zo, SIP Structure Insulated Panels is een constructief geïsoleerd paneel, dus het is constructief. Dus je wil niet dat er sleuven in het paneel gemaakt worden. Dus wij geven altijd aan in het voorontwerp zoveel mogelijk de installaties in de binnenmuren weg te werken. Daar werken we veel met houtskeletbouw samen. Dus een houtskeletbouw binnenwanden kunnen ze daar de installatie zoveel mogelijk in kwijt. Lukt het niet, dan kan het ook natuurlijk in de wanden, dan gaat het voorlangs. En dan kan het achter de gipsplaat, als voorzetwand, kan het daarachter worden weggewerkt. Ja, nou heb je het over woningsystemen, over woningcasco's, maar Kingspan is natuurlijk geen woningbouwer, maar jullie maken panelen. Hoe zit dat? Nee, dat is denk ik goed ook dat wij nog geen woningen bang hebben. We maken panelen en dat kunnen we vrij aardig, als ik het zo mag zeggen. Maar moeten wij woningen gaan bouwen, ja, dan hebben wij toch gezocht naar bouwpartners. We hebben een team bouwpartners in Nederland, die hebben geselecteerd en gecertificeerd. En die kunnen van een woning, kleinschalig, van een aanbouw tot grootschalige projecten aan. En zij bepalen zelf de mate van prefabricage. Er zijn partners van ons die maken de panelen op maat in hun productielocatie. En gaan met die panelen naar een bouwlocatie en bouwen vanuit die op maat gemaakte panelen een hele woning op. En we hebben partijen die hele elementen kunnen maken waar zelfs de steenschips op zitten. Het glas zit dan in de kozijnen, in de elementen en het stukwerk is aan de binnenkant al afgemaakt. Dus dan bouwen ze in 1 à 2 dagen een woning. Dus daar kunnen ze zelf bepalen welke mate van prefabricatie, industrialisatie zij uitvoeren.
Ja. En hebben we dan over met name vrijstaande woningen of wat? Ja, vrijstaande woningen is een groot deel van ons aandeel. We zien ook nu steeds meer projecten. Laatst nog een project, maar daar kom ik zo wel even op. Een project van 10 woningen uitgevoerd. Ja. Ja. Gaan we inderdaad even kijken wat jullie inmiddels gedaan hebben en wat de verwachting is voor de nabije toekomst. Ja, vorig jaar meer dan 30 woningen weggezet in Nederland. We zien de aanvragen significant groeien. Dus dat is erg goed om te horen. We zijn ook pas september vorig jaar met marketing gestart. Daarvoor heel veel onder de radar gedaan. En september 2016 zijn wij live gegaan. De belangstelling groeit. En leuk, we hebben dit jaar begonnen met eerst wat grotere projecten. In Wommels van een van onze bouwpartners. Dat zijn 10 woningen. En als ik me niet vergis, zullen ze eind maart worden opgeleverd. En dan nog 3 andere projecten in Nederland die we hebben uitbelicht. Die staan ook op onze website. Leuk te melden, vorig jaar hebben we 2 projecten blauwe doortesten gedaan. En dan zien we ook dat we daar de QVT van 0,15 hebben gehaald. En dus dat het luchtdicht ook echt luchtdicht is. Ja. Daarmee zijn we denk ik de belangrijkste dingen van bouwen met SIPS voor woningbouw wel doorgelopen. Het verhaal is kennelijk duidelijk. Er zijn verder geen vragen op dit moment binnengekomen. Wil ik jou bedanken voor jouw bijdrage. Graag gedaan. Ik wil toch even vragen van wat ook de verwachting van onze kijkers is. Of SIPS voor woningcasco's, wat dat op den duur gaat worden naar uw verwachting. Zal dat overtuigen op kwaliteit? Verwacht u dat het toch vaak gaat stranden op bezwaren van de woningkoper? Of gaat het overtuigen op de betaalbaarheid? Of gaat het stranden op bezwaren van de aannemer? Natuurlijk met diverse partijen te maken, met de consument en de bouwer. En niet alleen maar met de leverancier. Dus wat verwacht u waar het gaat winnen en waar het misschien gaat stranden? Ik zie dat de meningen op dit moment redelijk verdeeld zijn. Er wordt nog wat gestemd. Ik denk dat de meeste mensen inmiddels wel hun stem uit hebben gebracht. En dan stop ik de poll en dan toon ik u ook de resultaten. En dan kunt u even met mij meekijken. En dan zie ik toch al dat de verwachtingen vrij hoog zijn dat het gaat scoren op betaalbaarheid. Dat is 35%. 27% die verwacht dat het gaat overtuigen op kwaliteit. Dus dat betekent dat we toch over de 60% zitten van de kijkers die op dit moment denken van SIPS gaan overtuigen voor in de woningbouw. 16% denkt dat de woningkoper er nog niet enthousiast over zal worden. En 21% denkt dat de aannemer er niet direct enthousiast van wordt en bezwaren zal opperen. Nu is bij mij aangeschoven Rolf Pennings van Unidex SIPS. Je gaat het hebben over gevelvullende elementen voor utiliteitsbouw en appartementen. Maar kun je toch even reageren op deze verwachtingen voor de woningcasco's? We zien gewoon dat de RC-waarden stijgen en dat die vraag die gaat toenemen. Wat Jury ook al aangeeft is natuurlijk ook dat de luchtdichtheid steeds een belangrijke rol gaat spelen. En dat is gewoon het aantrekkelijke van een Unidec van een SIPS-systeem. Wordt hier ook even genoemd de betaalbaarheid. Ik stel het toch even, kan SIPS concurreren met andere bouwsystemen ook op dat onderdeel? Ja, dat kan zeker. Wat we in de praktijk iedere keer weer zien is dat bij de RC-waarde, die natuurlijk nu in Nederland geldt, van RC 4,5. Dat 4,5, 5, dat daar een concurrerende prijs is ten opzichte van traditionele systemen. En hoe hoger die RC-waarde wordt, hoe aantrekkelijker het systeem ook nog eens gaat worden. Dus dat is zeker het geval. Ja. Nou, we hadden net even over de woningcasco's. We gaan het hebben over de gevelvullende elementen. 2 verschillende bouwsystemen gebaseerd op dezelfde techniek. Ja. Kun je even de verschillen uitleggen tussen de 2 verschillende systemen? Zeker. Kingspan Tech, daarbij ligt de focus echt op casco's voor grondgebonden woningen. Dus bij Unidec SIPS is dat anders. Het wordt echt ingezet als gevelvullende elementen voor de utiliteitsbouw en de appartementencomplexen. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde sandwich technologie met dezelfde kenmerken en eigenschappen, alleen wel met andere materialen. Het is namelijk zo dat bij Unidec SIPS gebruik wordt gemaakt van een kern van EPS. Met aan beide zijden 12 mm spaanplaat als dekhuid. En de breedte van de panelen is 1,2 meter of 1,20 meter. Bij Kingspan Tech is dat anders. Er wordt gebruik gemaakt van een kern van polyurethaan. 15 mm OSB 3 als dekhuid. En de basispanelen zijn daar 1,22 meter. Dan is het zo dat Unidec SIPS te verkrijgen is in meerdere diktes. Dus alles tussen de 150 en 250 mm.
En bij Kingspan Tech is dat 142 en 172 mm. Met wat Jure al aangaf, een R7.5 en respectievelijk 7. De manier van leveren is ook anders. Kingspan Tech levert basispanelen. Die basispanelen worden geleverd aan building partners. En bij Unidec Sips wordt er in de fabriek bij Kingspan Unidec van die basispanelen complete elementen gemaakt. Dus de basispanelen worden opgebouwd en er wordt een element van gemaakt. Die elementen worden geleverd aan gevelbouwers. En die gevelbouwers die kunnen er dan voor kiezen, die gaan er dan mee verder. De kozijnen, het glas, gevelbekleding en dergelijke. En die kunnen ervoor kiezen of dat ze de elementen geleverd willen hebben op de bouw. Dus dan worden op de bouw de elementen erin gezet, de kozijnen en het glas en de gevelbekleding. Of dat ze die bij hun in de hal geleverd willen hebben. En dan gaan ze er bij hun in de hal mee verder. Een andere optie die er is, is dat er bij Kingspan Unidec een hal gehuurd wordt. En dat in die hal, op ons terrein, de verdere assemblage van die gevelelementen plaatsvindt. Ja. Dus keuzes aan de gevelbouwer. En daarmee zijn we dus inderdaad bij het element Unidec Sips gekomen. Gaan we even in detail naar kijken. Hoe zien die elementen eruit? Hoe zijn ze opgebouwd? Ja, de standaard afmetingen van de Unidec Sips elementen zijn 3 meter bij 6 meter. En op projectniveau kunnen wij naar een breedte van 3,5 bij 8,5. Heeft uiteraard te maken met de transportafmetingen in Nederland. Eventueel kan er aan de binnenzijde nog een 12,5 mm gipsvezelplaat aangebracht worden. En aan de buitenzijde eventueel een waterkerende dampopen folie. Is uiteraard afhankelijk van de gevelbekleding. Nou, het zijn constructieve elementen die niet alleen zichzelf dragen, maar ook de gevelbekleding, de kozijnen en het glas. En wat de jury ook al heeft aangegeven, je kan overal in de Sips elementen vrijelijk schroeven. Dus je kan je omega profielen en je houten delen schroeven op de plaats waar dat nodig is. En je hoeft niet alleen of niet iedere keer het stel- en regelwerk daarvoor op te zoeken. Nou, de bevestiging van de elementen die vindt plaats aan het casco van het pand wat er gebouwd wordt. Dus aan de vloeren en aan de kolommen. Houd daarbij uiteraard wel altijd rekening ook met je luchtdichtheid. Dus de onderlinge koppelingen van het ene element op het andere element. Die details die zijn allemaal uitgewerkt in het COMO-certificaat. En die kunnen dus als onderlegger daarvoor fungeren. Ja. Dan zijn er uiteraard ook nog de kozijndetails. Nou, de gevelbouwer, maar ook de kozijnenleverancier, die heeft daar natuurlijk ook, die hebben daar ook standaard details voor. Die respecteren wij. Uiteindelijk worden er met die drie partijen altijd de details uitgeëngineerd. En dan wordt er door de gevelbouwer aangegeven waar de aanslagregels en de stelkozijnen geplaatst dienen te worden. Ja. Ja, nog iets terug naar het plaatje. Ik zou daar eigenlijk nog wat over willen zeggen. Bijvoorbeeld rechts ziet u de koppeling van de vloer en de elementen die dus voor het casco doorlopen. Ja. Met daarbij ook weer die luchtdichte aansluiting. Hoeveel varianten zijn daar in detailleringen? Er staat ook inderdaad wel bij kozijndetails volgens COMO en die details van de gevelbouwer. Ja, er zijn een aantal details. Er zijn er natuurlijk een aantal bekende. Hè. De ene keer ga je voor de vloeren door, waarbij je dus je volledige wind- en waterdichte, goed geïsoleerde schil voor je vloeren doortrekt. En de andere keer zet je ze tussen de vloeren in. Dus tussen de vloeren en de kolommen in. Dat is er zijn heel veel mogelijkheden. Het is niet beperkt tot bepaalde oplossingen. Nee. Dus je bent daar flexibel in. Ja. Gaan we even kijken naar dat constructieve deel, want dat hebben we natuurlijk steeds over constructieve geïsoleerde sandwichpanelen. Ja. Waar zit het belang van dat constructieve? Ja, het zijn constructieve elementen die als gevelvullende elementen ingezet kunnen worden. Waarbij dus ook de gevelbekleding gedragen moet worden, de kozijnen en het glas. En daar is die constructieve sterkte uiteraard van groot belang. Met name bij panden zoals jullie op het plaatje kunnen zien, dat is Toren Overhoeks in Amsterdam, 75 meter hoog. Ja, ook het gewicht van de ramen is daar uiteraard redelijk hoog. En neem ook bij zo'n pand, hoger dan 25 meter, de winddruk op zo'n pand en uiteraard ook de luchtdichtheid die van groot belang is. Ja, om dat allemaal goed te kunnen managen hebben we een eigen constructeur. Die constructeur kijkt bij de engineering van een project samen met de gevelbouwer, kijkt hij mee. Hij beoordeelt de SIPS elementen
Als de constructeur beoordeeld heeft of dat met die winddrukken en de sterkte, als dat goed gaat, dan gaat het naar de bouwfysicus, eigen bouwfysicus in dienst, die kijkt of het qua RC-waarde, maar ook qua bouwfysica, dus vochttransport en dergelijke, goed gaat. Het kan voorkomen op projectniveau dat de constructeur zegt dat bij een bepaalde hoogte er extra hout in die elementen geplaatst moet worden. Wat er dan gebeurt is dat uiteraard ook de RC-waarde iets naar beneden gaat en dat de bouwfysicus dus weer aangeeft dat de elementen wat dikker uitgevoerd moeten worden. En dat is de reden dat we die flexibiliteit hebben om tussen de 150 en 250 mm verschillende diktes te kunnen leveren. Okay. En dat is dus maatwerk per project. Ja. We zagen net de toren over Hoeks. Volgens mij zit er ook een plaatje van. Ja, dat klopt. Met name ook het lage gewicht van de SIPS-elementen is erg belangrijk. Dat heeft natuurlijk een gunstige impact op de constructie, maar met name ook de fundering. Maar neem ook even de montage. Bij Toren over Hoeks is ervoor gekozen om niet alleen met een torenkraan te werken. Die was niet altijd beschikbaar. Je hebt natuurlijk heel veel transportbewegingen, verschillende materialen die naar boven moeten. Wat is daar gebeurd? Daar hebben ze op de lagere verdiepingen gekozen voor een mobiele kraan. En voor de hogere verdiepingen is er gebruik gemaakt van de hefstijger en de smartlift die u op het plaatje kunt zien. Wat daar eigenlijk gebeurde was dat de elementen op de hefstijger gezet werden. De hefstijger ging naar boven, die kwam op een gegeven moment de smartlift tegen. De smartlift haalde het element van de hefstijger af. De hefstijger kon zakken en de elementen konden redelijk eenvoudig op de stelregel geplaatst worden en doorgeschroefd worden. We gaan nog even een poll doen na het verhaal, of eigenlijk halverwege het verhaal van Rolf. Wat ziet u inderdaad voor kansen voor SIPS? Ziet u de meeste kansen voor nieuwbouw van woningen, voor renovatie van woningen, waar Stijn ook al even op doelde, voor de gevelvulling in utiliteitsbouw en appartementen of voor de renovatie van gevels in utiliteitsbouw en appartementen? Zowel woningen als utiliteitsbouw, of zegt u van, ondanks alle mooie verhalen, zie ik de voordelen niet. Geef u even de gelegenheid om te stemmen. Ik denk dat de meeste mensen de knop inmiddels wel vrij gemakkelijk kunnen vinden. Ik zie nog wat bewegingen. Even kijken, ja, ik denk dat inmiddels de meeste mensen hun stem wel uitgebracht hebben. Dan stop ik en dan toon ik u ook de resultaten. En dan zien we dat de nieuwbouw van woningen, 21% ziet daar de meeste kansen. 18% zegt toch van nou, ik zie de meeste kansen in de gevelvulling in utiliteitsbouw en appartementen. 9% ziet het voor de renovatie van de U-bouw en appartementen. Slechts 1% ziet de renovatie van woningen. En 47%, dus dat is ongeveer de helft, die denkt dat het zowel voor woningen als utiliteitsbouw heel veel voordelen gaat bieden. En 3% is niet overtuigd van de voordelen. Oké. Okay. Lijkt me duidelijk verhaal dus tot nu toe. We gaan even kijken naar wat verschillende projecten, Rolf. Kun je hier wat over toelichten, wat hier gebeurt? Ja, op de plaatjes, op de sheet zien jullie een aantal voorbeelden van gevelvullende elementen in de utiliteitsbouw of de appartementencomplexen. Linksboven bijvoorbeeld Toren over Hoeks, die ik net al eventjes aan heb gehaald. Daar zijn verdiepingshoge elementen toegepast. En die verdiepingshoge elementen die zijn dus in de fabriek voorzien van kozijnen, glas en een waterkerende dampopen folie ter voorbereiding op de gevelbekleding. Rechtsonder is het zorgcentrum De Scharren in Maastricht te zien, waar de Unidex SIPS elementen toegepast zijn als borstweringselementen. En daar is dus voor gekozen om de kozijnen, het glas en in dit geval gevelstuk in het werk aan te brengen. Linksonder Brede School Poptahof. Daar zijn afgeschuinde elementen te zien. Dus daar is te zien dat het niet alleen maar recht uitgevoerd kan worden, maar ook met schuine kanten daaraan. En rechtsboven nog even een voorbeeld van een renovatieproject. Dat is het Delta Hotel in Vlaardingen. Ja, dus allerlei verschillende mogelijkheden, allerlei varianten. En die worden per project uitgewerkt? Ja, per project, maatwerk, wordt er uitgeëngineerd en uitgewerkt inderdaad. Ja. En afgezuinde elementen, geeft dat niet heel veel afval? Ja, dat is altijd even kijken van hoe ga je ze indelen. En dat is ook de reden dat wij altijd werken met die gevelbouwers. Die gaan kijken van hoe worden de elementen ingedeeld en hoe kun je zo efficiënt mogelijk daarmee omgaan. Maar dat is uiteraard ook een taak weggelegd voor ons als leverancier. Om te kijken van hoe kun je die elementen indelen. En, ja.
Er komt nog een vraag vanuit het publiek. Het gaat over dampopen zijn van de systemen. Is polyurethaan dampopen? Ja, polyurethaan is wat dat betreft dampopen. Het voordeel van het geheel is dat je dus dampopen gaat bouwen en dat het vocht wat in het element komt er ook echt uit kan. En daarbij zijn dus dan geen dampremmers nodig. Nee. Licht bouwmateriaal, dan komen natuurlijk aspecten als brandveiligheid en geluidisolatie al heel snel om de hoek. Ja. Daar zul je oplossingen voor moeten vinden of hoe hebben jullie dat opgelost? Hoe zit dat in het systeem verwerkt? Dat klopt. In Nederland moet een gevel voldoen aan Euroklas B en de combinatie van het SIPS element met daartegenaan een waterkerende dampopenfolie en de gevelbekleding, die voldoet daaraan. Om brandoverslag, om aan die eisen te voldoen, dient aan de binnenzijde een 12,5 mm gipsvezelplaat aangebracht te worden. Daarmee wordt ook voldaan aan de WBDBO-eis van 30 minuten. Met die gipsvezelplaat aan de binnenzijde wordt er ook voldaan aan de geluidseisen voor woningbouw. De normale geluidseisen in woningbouw en uiteraard ook aan de geluidseisen die voor kantoorgebouwen gelden. Dienen er rust er een zwaardere eis qua geluid op die gevel, denk bijvoorbeeld midden in Rotterdam, een weg die daar voor doorloopt, dan kun je ervoor kiezen om aanvullende maatregelen te nemen en dan kan die gipsvezelplaat aangebracht worden op regelwerk of een andere oplossing die je hebt, extra oplossing, is om die spouw die je daar creëert tussen de buitenplaat van het element en de gipsvezel nog te vullen met mineralen wol. Dat zijn de oplossingen, ook weer echt een maatwerkoplossing op projectniveau. En daarmee kun je eigenlijk aan alle gestelde eisen... Daarmee kun je een heel eind komen inderdaad, ja. Ja. Klopt. Duidelijk verhaal en volgens mij zijn wij de meeste aspecten inmiddels bij langsgelopen. Ik zie hier ook geen binnengekomen vragen meer, dus kennelijk was het verhaal inderdaad ook voor de kijkers duidelijk. Wil ik jou bedanken voor jouw verhaal. En daarmee zijn we eigenlijk alweer aan het einde gekomen van dit bouwwebinar. We zijn er een beetje sneller doorheen gelopen dan wat u misschien gedacht had. Maar we hebben heel veel informatie proberen aan te geven en... U kunt ook nog meer informatie vragen. Als u zegt van ik wil me daar eens even verder in verdiepen, dan kunt u ook hier klikken op deze site. U kunt daar de brochure van Kingspan Tech downloaden. U kunt de brochure van Unidec SIPS downloaden. En u kunt ook aanklikken dat u zegt van laat Kingspan maar eens even contact met mij opnemen, want ik wil hier eens even serieus over verder spreken. Dan kunt u een van deze drie dingen aanklikken. En ik wil vragen om nog even ook te blijven, ook na afsluiting van dit webinar. We hebben straks nog even een enquête om even van u te horen hoe u het gevonden hebt, of u de inhoud hebt kunnen waarderen en de opzet. En of u misschien nog suggesties voor ons hebt. Dus ik zou willen vragen om nog even de moeite te nemen om die enquête in te vullen. En dan wil ik u bedanken voor uw belangstelling voor vanmiddag. Ik hoop dat u ervan genoten hebt, dat het leerzaam was, informatief was, dat u er ook verder iets mee kunt gaan doen in uw dagelijkse beroepspraktijk. En dan hoop ik u spoedig weer te zien bij een volgend webinar. En daarvoor kunt u onze site bouwwebinar.nl in de gaten houden. Een fijne middag verder.